Ik word er helemaal vrolijk van. Het is... Ik heb wat leuks binnengekregen. Pre-owned, want het is niet meer in de winkel te koop. Zo, ik ben trouwens net zo erg geschrokken. Maar die had dus de pot aan de grote opening geopend in plaats van aan de kleine gaatjes. Dus word ik net helemaal geroepen. Mama, mama, kom! Echt, I'm on a roll. Het is vandaag dinsdag en ik ben zo blij omdat ik eindelijk weer naar mijn afspraak ga waar ik al 2 weken voor aan het zeuren ben. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend. Ik heb het al verteld. Oh echt? Ja. Oh, nou, we lopen hier van nu naar school. Sarah was niet de allersnelste net, dus we moeten een beetje doorlopen. Ja, en maar het is heerlijk weer. Ik word er helemaal vrolijk van. Het is, ik heb voor het eerst weer gewoon schoenen aan. Echt geniaal. Ja, ja, oh, jij hebt je spinners weer gevonden. Ja. Dat is leuk. Maar schat, nu gaan we langzamer lopen. Dat vind ik niet zo'n goed idee. Dan komen we zo te laat. En ik heb een hekel aan te laat komen. Zo. Kijk, vorige keer hadden we een goede reden. Ja. Maar we gaan nu flink de pas erin doen. Eigenlijk lekker thuis. En het was echt lekker om te lopen. Gewoon niet koud. Droog. Ik vond het heerlijk. Ik heb er echt van genoten. En normaal ben ik nooit zo blij als ik ochtends voor de deur moet. Maar nu vond ik het echt, echt lekker. Ik ga even een goed ontbijtje voor mezelf maken. En dan gaan we hier eens wat doen. Maar eerst even lekker eten. Ik heb echt honger. Ik heb net een appeltje voor Sarah geschild om mee naar school te nemen. En toen zelf ondertussen een appeltje gegeten. Maar het is niet dat ik daar nou echt vol van zit nu. Dus ik moet echt even fatsoenlijk eten hebben. Dus mijn brood zit lekker in de toaster. En... Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ik heb lekker geroosterd brood met jam en thee. Zo ga ik even goed starten. Want, mijn maag. En mijn snowboots gaan gelijk in de kast. Die mogen hier lekker blijven staan. En die heb ik hopelijk een hele lange tijd niet meer nodig. Ik heb wat leuks binnengekregen. Pre-owned, want het is niet meer in de winkel te koop. Oh, wat leuk, een briefje erbij. Heel veel plezier van. Dat zit mega, mega goed verpakt. De doos zat ook al zo goed verpakt, maar die had ik al uitgepakt net. Oh, dit vind ik zo leuk. 86 blazen verpakt, maar goed. Ik denk alleen losgaan in de doos. Het is roze. En dat is. Zo is mooi laten zien eerst. Dan even netjes in de doos. Dat is deze. Ik vond hem zo mooi. Ik heb hem al vaker gezien en ik wil hem heel graag. Hij is van Otazu. En hij is. Ik zal hem om laten zien. Hij is zo, echt zo'n hele grote schakel. Ik vind hem echt gaaf. Hier ben ik zo verschrikkelijk blij mee. Echt, oh, hij is helemaal koud. Het is buiten nog best wel koud, dus alles wat je binnenkrijgt. Dan heb ik vandaag wel zilver om. Dus ik denk niet dat ik hem vandaag ga doen, maar met dit soort tops en zo en met jurken. Ik vind hem zo gaaf. Echt helemaal geweldig dit. Ik ben helemaal kapot. Ik ben flink door het huis gegaan de hele tijd. Oh. Dat ging helemaal goed. En nu moet ik bijna de deur uit. En ik ga nog even de maaltijden pakken die ik van mijn opa heb. Want die gaan via mijn moeder nog deze week. Volgende week dan zelf mee. Dan is het schoolvakantie, dus dan kan ik het zelf meenemen. Maar deze weet ik niet. Even kijken. Deze kan mee. Kijk, dat ik niet het pakje wat net weer van mijn opa terug is meegeef. Die had ze heel grappig. Heel lief ingepakt, maar dat was niet echt heel handig. Aan toen die voor hier was. Als het goed is, is het dit keer helemaal goed gegaan.
Ik heb Sarah opgehaald uit school. Ja. Ja. En ik ga Sarah nu naar de afspraak brengen. Zo, ik ben trouwens net zo erg geschrokken. Ik reed hier in de buurt. En bij de scholen. Nou, ik rijd altijd al heel langzaam dan. Ja. En op de stoep naast me rent een meisje. En die is gewoon aan het rennen. En ik was al een beetje in de gaten aan het houden. En zomaar uit niets, echt gewoon een 90 graden hoek om, rent ze zo voor mijn auto. Nou reed ik echt 20 max, omdat het een schoolgebied is en ik dan echt altijd wel stapvoet bijna rij. Dus ik kon heel goed remmen, maar ik schrok me kapot. Dus ik deed nog mijn raam open en ik riep daar, want ik denk ja, wel even uitleggen wat er nou gebeurd is. Er staat hier allemaal politie. En even vragen hoe of wat. Dus nou, eerst hoorden ze me niet. Toen hoorden ze me uiteindelijk. En toen zei ze, ja, ik ben slechthorend. Dus ik zei, meisje, kijk dan juist extra goed. Ik zeg, want als stel, er komt een fiets aan de andere kant en ik kijk daar 2 seconden naar, dan mis ik je gewoon, weet je. Dan had je gewoon op mijn motorkap gelegen. Ik zeg, en ze stond helemaal te trillen bij de tuin. Dat was echt zielig. Ik zeg, maar ik zeg het echt niet boos tegen je, maar ik wil wel dat je weet wat er gebeurd is en dat ik het je uitleg dat het niet nog een keer gebeurt en dat het fout kan gaan. Dus helemaal gerustgesteld. En toen ging het gelukkig wel weer. Toen ik uitgebreid had uitgelegd dat ik absoluut niet was gestopt omdat ik boos was. Meisje was denk ik een jaar of 8, 9 max. Maar ik denk ja, weet je, ik wil wel, omdat we nu in die situatie staan, even uitleggen wat er nou gebeurde en hoe gevaarlijk het was. Want ze had het gewoon niet eens echt door, weet je. Ze had me wel zien rijden, maar niet eens door dat ze me afsneed. Dus ja, ik was net wel echt flink geschrokken ervan. Ik heb thee en vandaag heb ik Nisa karamel zeezout. Deze kom nooit op, dus ik ben benieuwd. Ik zit weer aardig vol met koekjes en zwaar best oké. Okay. Niet de allerlekkerste koekjes, maar goed te doen. En nu ga ik Sarah weer ophalen. En dan gaan we naar huis en dan moet ik ook gelijk koken, want Mark wil te vaak vervolg konden eten, want die moet ook dadelijk gelijk na het eten weer weg. Dus het is even rennen en vliegen. We hebben net gegeten, ook doe jij bordje? Ja, en heel veel kaas had ik gegooid, ja. Aan de verkeerde kant. Sarah had we hebben van die strooikaas, echt van die Italiaanse strooikaas, maar die had dus de pot aan de grote opening geopend in plaats van aan de kleine gaatjes. Dus die had zo verschrikkelijk veel kaas op te eten. Maar ja, plakte gelijk aan vast. Je vond het niet meer zo lekker. Maar ja, volgende keer ga jij niet meer die grote kant openen. Dat, nee, keer dat weet ik zeker. Ik ga gewoon de bus zitten, mama. Ja, zij wil de bus nou nooit meer aanraken. Maar goed, Marco is al weg. We hadden dus vroeg gegeten. Zullen we even nog Klik kijken anders samen? Ja, ga jij maar. Met Annabel. Oh, met Annabel. Dus ik mag met 2 kinderen. Ik rijd de vader uit voor hem. Hij zit er weer in. Ga jij hem klaarzetten voor ons? Haal ik even een doekje over de tafel en dan zet je. Ja, oh. Ja, maar schat, zo lang heb je niet, hè? Het is niet dat we een uur hebben. Als je Glee wil kijken. Hoor je me? Ja. Oké, okay, wil je liever dit kijken dan Glee? Sarah. Hij doet 347. Ja, maar we hebben niet super lang. Dus dat gaat van de Glee. Ja. Dit gaat dan van de Glee. Heet Sonic, ja. Astro, ja, schat, maar dit. Hallo. Ja. Aarde aan Sarah. Ja. Dat gaat wel van de Glee-tijd af, hè? Hoor je me? Ja. Ja, ik zeg het is je keus, maar als je deze klaar wil zetten, dan ben ik ook klaar. En dan kunnen we even lekker saampjes op de bank nog zitten voor je naar je bedje gaat. Zo, hij ligt op bed. En ik ga even snel thee zetten. En dan editen. De picknick komt ook zo. Dus ik hoop dat ik klaar ben met editen voordat zij komen. En dat ik dan helemaal klaar ben voordat Marco komt. Maar ik weet niet hoe laat hij precies komt. Dus dat is gewoon afwachten. Oh ja, dat is wel handig. Als ik water kook dan. Dus ik ga even flink erachteraan. Hopen dat ik het zo af heb op tijd. Ja. Oké. Okay.
Word ik net helemaal geroepen. Mama, mama, kom. Is Sarah net zo hard aan de tand lopen trekken. Hij zit helemaal los. Dus, maar ja, toen zat hij zo los. Dus ik wilde hem pakken, helemaal in paniek. Maar ik raakte hem nog niet aan en hij lag op mijn vinger. Dus we hebben tand nummer 7, hè? Ja. Tand nummer 7 is eruit. Precies op tijd. We kunnen weer lekker eten. Echt, I'm on a roll. Gewoon de derde avond dat ik op tijd naar bed ga. Ik ben zo trots op mezelf. Echt, ik vind het fantastisch dat het lukt. Toch nog een beetje mijn goede voornemen van eigenlijk vorig jaar een beetje bewerkstelligd. Maar ja, afgelopen jaar is het natuurlijk iets anders gegaan dan de bedoeling was. Dus, en ik ben vandaag zelfs zo op tijd dat ik zelfs mijn make-up op tijd af kan hebben, mijn tanden gepoetst, alles. En dat ik gewoon voor 12 in bed lig. Nou echt, het wordt nog wat met mij. Het is me gewoon gelukt. Ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen.